De landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis heeft de gemeente meer gekost dan de 3,5 ton die vooraf was ingeschat. Naast het mislopen van ruim 10.000 euro aan sponsoring zijn er ook extra kosten bijgekomen voor extra beveiliging voor zo'n 47.000 euro. Daarmee is in totaal 57.500 euro meer uitgegeven dan gedacht. Ruim 20.000 bezoekers zagen de Goedheiligman op 12 november voet aan wal zetten op de Stadhuiskade. Nog eens 2,3 miljoen televisiekijkers keken live mee naar de uitzending van de NTR. De burgemeester is duidelijk trots en zegt dat Maassluis zichzelf met dit evenement positief en daadkrachtig op de kaart heeft gezet.